Randy, ja, welkom terug zou ik bijna zeggen. Je hebt natuurlijk al gespeeld, maar in de basis starten is natuurlijk extra lekker. Nee, tuurlijk. Dat is waar je het voor doet en ik heb er hard voor gewerkt. En ja, het is fijn om in de basis te starten, zeker. Is de cirkel dan rond dat het ook nog eens tegen je oude ploeg is hier op de Adelaarshorst en dat je dan ook nog zo'n ontvangst krijgt? Nee, ja, tuurlijk. Kijk, het is een mooie extraatje dat je uitgerekend hier bij je club, waar je eigenlijk je mooiste periode tot nu toe in je carrière hebt gehad. En, ja, dat je een mooie ontvangst krijgt, dat is alleen maar extra mooi. En ja, dat doet me goed. En ik heb veel liefde voor de supporters hier in Deventer. En ja, andersom is dat gelukkig nog steeds zo. Hoe ging het? Is dan de volgende vraag. Want je werd gewisseld, maar ik had het idee dat je ook nog wel eventjes door wilde gaan eigenlijk. Ja, nou ja, ik was al, sorry. Beetje keelpijn. Als dat alles is? Nee, ja, ik wilde nog eigenlijk wel wat langer door. Alleen ja, 60 minuten is op dit moment nu goed. En ja, tuurlijk, je wil eigenlijk meer. Ik voelde wel dat ik wat langer erop kon staan. Alleen Mike heeft het ook gewoon goed gedaan. En je ziet het, Mike is vandaag ook weer van waarde. Dus ik ben blij dat ik voor hem plaats heb mogen maken en dat hij een mooie goal maakt. En ja, vandaag was 60 minuten zat. In totaal 90 minuten hebben we 8 doelpunten gezien. Randy, het was knotsgek, dat is wel vaker hier op de Adelaarshorst. Alleen dat begin vroeg ik me wel af, wat is daar aan de hand? Ja, ik had nog geen bal geraakt, die stond 2-0 achter. En dat is wel frustrerend en dat nemen we onszelf heel erg kwalijk. Er zijn ook wel gewoon van woorden gevallen in de rust. En dat moet ook. Ja, hoe we beginnen aan de wedstrijd, dat mag niet. Dat is schandalig en ja, dat is niet NEC waardig. Maar als ik je dan mag onderbreken, jij bent natuurlijk niet zo vaak onderdeel van de selectie geweest tot nu toe door je blessure. Maar dat hebben we wel al vaker gehoord, hè, dat er harde woorden gevallen zijn. Blijft dat dan constant een herhaling van zetten of is dat iets dat iedere keer weer iets anders teweeg brengt? Nou ja, ik neem aan dat... Dat als dit gebeurt, dat er gewoon harde woorden worden gezegd. En ja, ik ben daar zelf ook niet zo vies van. Dus ik vind dat we gewoon, gewoon veel scherper moeten beginnen aan de wedstrijd. En dat vond iedereen. En je ziet als we de tweede helft wat meer ballen tonen en wat hoger druk gaan zetten. Dan zie je dat we het Go Ahead ook gewoon heel moeilijk kunnen maken. Dus waarom kan dat dan wel in de eerste 25 minuten niet? En het was ook zo, elke keer als we een goal maakten, dan hadden we nog geen minuut dat we ervan konden genieten. Want dan lag hij alweer het mandje en dat was al heel frustrerend. En ik ben blij dat we hier gewoon met een punt weggaan. Eigenlijk heb je er geen reet aan natuurlijk, omdat je wil 3 punten pakken om stappen te maken op de ranglijst. Maar 4-4 is achteraf gezien goed, maar ja, ik vind dat we op basis van de eerste helft, dan moeten we onszelf wel echt in de spiegel gaan aankijken. En dit mag gewoon niet meer gebeuren, klaar. En als jij jezelf in de spiegel aankijkt voor volgende week, dan ga jij 90 minuten spelen. En blijft NEC wat jou betreft natuurlijk ook gewoon ongeslagen in 2019. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Daar ga ik wel voor. En ik ga gewoon weer goed trainen deze week. En dan gaan we wel weer zien wat de trainer voor mijn petto heb. Jack, dat wedstrijd op de Adelaarshorst kunnen ontbranden in prachtige duels, dat wisten we. Maar dit is er eentje om, dankzij het punt, niet snel te vergeten. Nee, maar rollercoaster zou ik het zomaar zeggen, die wedstrijd. Door de uitslag in ieder geval inderdaad niet te vergeten. Maar dat was sowieso een onvergetelijke avond geworden. Want ja, ik vond dat we de eerste helft gewoon echt veel te veel laten liggen. En hoe we de doelpunten weggeven, daar kan je niet tegen voetballen. Daar wilde ik ook mee beginnen, met de start van de achtbaan. Die 2 doelpunten. Net spraken we Randy Wolters, die zei, ja, er zijn harde woorden gevallen in de kleedkamer. Maar dat zal niet voor het eerst zijn geweest dit seizoen. Hoe kan het dat die 2 goals dan toch weer tot stand komen? Ja, zeg dat maar. Ik zat ook met verbijstering te kijken naar de vooral de eerste 2 goals natuurlijk. Hè. De eerste is vanuit een omschakelmoment niet meelopen met je man. Ja, dan weet je, tegenlopende mensen van Go Ahead, ben je geslacht of word je geslacht. Wat kun je daar als coach tegen doen als je traint of als je in de kleedkamer bij elkaar zit in de rust? Nou ja, kijk, in het veld kan je niet zoveel bereiken. Dan kan je schreeuwen en doen wat je wil. Nou, volgens mij hebben wij vandaag met de hele bank geschreeuwd. En als staf ook om en om. Maar ja, je bereikt spelers niet. Dit is... ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet wat je dan in je hoofd hebt als je zulke dingen doet in het verdedigen. Is dat iets dat je ziet als je traint ook? Of is het eigenlijk alleen maar iets dat je in de wedstrijden ziet de laatste periode? Ik vind, weet je, we hebben het in de rust hebben het gehad over je moet durven doordekken. Want bijvoorbeeld Van Morsel, ja, dat is een gelegenheidsspits. Dat is geen echte spits. Als je daar niet op doordekt, ja, dan gaat hij het balletje aannemen en verleggen. En dan gaan ze met lopende mensen komen. Dat is maar één voorbeeldje van bijvoorbeeld het centrale duo. Zo kan ik het ook over de backs hebben of over de middenveld. Ja, als je dat niet durft, ja, dan ga je nooit in duel komen, dan ga je nooit duel winnen. En
Ja, dan speel je Go Ahead in de kaart, want dan zijn ze gewoon hartstikke gevaarlijk. Dat is iets wat we bijvoorbeeld in de rust gezegd hebben. Nou, als je dat de tweede helft dan nog niet altijd goed doet, maar in ieder geval iets beter doet, ja, dan zie je dat Go Ahead ook veel minder aan de kansen komt. En die hebben heus de tweede helft al kansen gehad, omdat ze natuurlijk in de omschakeling een paar keer gevaarlijk zijn. Maar dan nu speel je hun in de kaart. Natuurlijk zijn er onderweg wat dingen gebeurd waar de scheidsrechter dan een rol in speelt. Nou, dat is volgens mij twee kanten op geweest, dus daar wil ik het niet over hebben. Maar als je dan vervolgens ook nog in je voetbal niet genoeg durft, geen baltempo speelt, of de verkeerde keuze maakt door zomaar een bal uit te schieten, door bij een inworp niet te communiceren met elkaar en Go Ahead aan de bal te laten, dan kan je die wedstrijd niet winnen. En dat is voornamelijk wat in de rust gezegd is. En gelukkig zijn daar ook spelers opgestaan die dat tegen elkaar gezegd hebben. En hebben in ieder geval de tweede helft vanuit die 4-2 achterstand. Ja, hebben we het nog in ieder geval niet om kunnen buigen, maar in ieder geval wel recht kunnen zetten. En het zou niet terecht zijn geweest hoor. Maar op het eind waren er toch nog een paar situaties waarin die aan onze kant kan vallen. Bij hun ook natuurlijk, maar bij ons ook. En dat moeten we onszelf vooral verwijten, vind ik. Is dat dan ook misschien het grootste winstpunt van tot nu toe heel 2019, dat je niet meer verliest? Je wint ook niet één keer, maar je verliest ze ook niet. En dat is het verschil misschien met eind 2018, dat je de kopjes zag hangen bij de eerste de beste tegengoal. Nu vecht je terug, letterlijk, en kom je ook weer op dat gelijke spel uit en blijf je ongeslagen. Ja, dat klopt. Alleen, weet je, de uitslagen elders zijn dan weer niet gunstig. En ik heb gezien dat bijvoorbeeld Almere wint. Daar staan we nu 5 punten op achter. Ja, dat is wel de positie die play-offs... Volgende week, hè, Almere? Ja, dat is volgende week. Dan weet je wat je volgende week moet doen. Dan moet je bijna winnen, want anders dan kom je op een te grote achterstand. Ja, succes.